Wow, we gaan even mega speed langs het transferen, beste mensen. Hier, wauw, wow, de Mac van McFlurry. McFlurry. Wauw, wauw. Dit is echt gaaf. Dit is echt een ervaring. Ik voel me echt een ervaring rijker. Ik heb de van Mac vandaag weer hoog aanschouwen. Maar nou kwam ik gelijk tot een andere droevige iets, zeg maar. Tot een echt werkelijk droevige iets. Ik heb de McFlurry niet mogen proeven vandaag. Dus, dat, hey, kijk, mijn verzekering, zorg en zekerheid die met de premie volgend jaar gezellig omhoog gaat. Hey, basketballen, yeah. Nou ja, we zijn nu bijna bij het station, waar wij Marlo gaan ontvangen. En ja, dat vinden wij al heel erg bezienswaardig, toch? Mm-hmm. Is dat fout, in de foute context geplaatst? Nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, we gaan gewoon lekker rijden zo en dan rode stoplichten stoppen en groen is rijden. Dus dat betekent dat we nu moeten wachten. En dan sluiten we nu op 1 minuut 11 en dan sluiten we af met een Peugeot 307. Die nu lekker met zijn kenteken lekker in pal in beeld staat. Dat zouden we echt nooit vergeten dit. Oké, dit is klaar.